Al de verwijzingen in het dorp Driel naar Polen en de wederzijdse contacten die zijn ontstaan, komen voort uit 21 september 1944, toen rond 5 uur in de middag als onderdeel van operatie Market Garden ten zuidoosten van Driel 1000 parachutisten van de 1e onafhankelijke parachutistenbrigade zijn geland. Voor de bevolking van Driel was dit volkomen onverwacht. Door de aanwezigheid van de Poolse militairen schoot de vijand op het dorp en de Polen riepen de bewoners op om te evacueren. Op 26 september was de slag om Arnhem ten einde. De Polen verlieten Driel, maar niet met hun hart. Dat werd zichtbaar en voelbaar in de jaren die volgden. Toen de bewoners na de oorlog terugkeerden, kwamen ook de Poolse bevrijders in het dorp om hun omgekomen kameraden te herbegraven op het kerkhof naast de kerk. De Poolse bevrijders voelden zich na afloop van de oorlog bezwaard over wat het dorp door hun aanwezigheid in september 1944 was overkomen. Ze waren onder de indruk over de wijze waarop de Drielse bevolking hen na afloop van de oorlog verwelkomde. Ongeveer een half jaar nadat de bewoners teruggekeerd waren van hun evacuatieadressen, is in oktober 1945 voetbalvereniging RKSV Driel opgericht. De vereniging koos, als eerbetoon aan de Poolse bevrijders, voor een tenue met de kleuren van de Poolse vlag, wit en rood. Later werd een logo toegevoegd, voorstellend een soldaat aan zijn parachute tijdens de sprong. Met de ongeveer 600 leden zijn de kleuren van de Poolse vlag bijna dagelijks op de Drielse sportvelden aanwezig. Als tastbaar bewijs van hun verbondenheid met Driel zamelden de veteranen in 1947 geld in voor de herbouw van de school die door de oorlogshandelingen was verwoest. Als blijvende herinnering hebben zij een glas- en loodraam aangeboden. Het raam is nu in het informatiecentrum te zien. In 2021 heeft de Poolse oorlogsveteraan Konstanty Staszkiewicz een bedrag geschonken. Met dit bedrag is een wisselbokaal in het leven geroepen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jeugdlid met bijzondere verdiensten en draagt de naam van de veteraan. De dankbaarheid van de bevolking komt tot uitdrukking in onder andere de diverse straten en gebouwen waaraan een Poolse naam werd toegekend. De herbouwde jongensschool werd vernoemd naar Stanislaus Koska, een bekende Poolse heilige uit de 16e eeuw. De eerste nieuw aangelegde straat na de oorlog was de Kazimierstraat, vernoemd naar de Poolse koning Kazimier de Grote. Later zijn het Sosobowskiplein en het Polenplein ontstaan en is er een brug gelegen aan de Korabaltische Allee, brug Poolse Brigade genoemd. Een van de notabelen in het dorp was zo dankbaar voor de Poolse inzet dat hij zijn huis Polska noemde. Zowel vanuit de katholieke als de hervormde kerk is veel steun verleend aan de kerken in Cieplice en Gorzów. De koren uit beide kerken in Polen en Nederland hebben elkaar regelmatig bezocht. En naast toeristische tripjes over en weer ook concerten verzorgd. In 1992, na afloop van de onthulling van een beeld van generaal Sosobowski op het kazerneterrein van de 6e Airborne Brigade in Krakau, kwamen aanwezige bestuursleden van onze stichting in contact met de leidster van de folkloregroep Promiki Krakowa. Vanaf 1994 is een kindergroep hiervan een vaste gast tijdens onze herdenkingen. Ze verblijven dan in gastgezinnen, begeleiden een lokaal kinderkoor tijdens de herdenkingen en geven dan concerten. Tegenover het voormalige hoofdkwartier van generaal Sosobowski is in 2020 een buste van zijn beeltenis geplaatst. Vanuit het informatiecentrum ligt dit op de wandelroute naar onder andere het landingsterrein en de plek waar de nachtelijke oversteek heeft plaatsgevonden. De jaarlijkse herdenkingen vinden vanaf 1946 plaats. In 1946 bij het eerste monument dat nu te zien is in het informatiecentrum en vanaf 1961 bij een nieuw monument op het Polenplein. Hieraan voegt een Britse veterane in 2006 het Sosobowski Memorial toe. Ook al zijn de veteranen niet meer aanwezig, wij blijven hun inzet voor onze vrijheid herdenken. In het besef dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. We zijn voor eeuwig verbonden door vriendschap en dankbaarheid. Beleef
De septemberdagen van 1944 door ons vrij toegankelijke informatiecentrum in de Rooms-Katholieke Kerk en de wandelroute te lopen die u langs de belangrijkste punten leidt. En besef waarom wij hier in Driel herdenken. Is Nederland niet alleen bevrijd door Amerikanen, Britten en Canadezen? Nee, er zijn nog veel meer bevrijders geweest. Polen bijvoorbeeld. Maar zij kregen de schuld van het mislukken van operatie Market Garden, de slag om Arnhem. Maar zou je een Drielenaar vragen wie hun bevrijders waren, is het antwoord stevast: de Polen. De Polen hebben ons bevrijd.